bronnen, semi-transparant en semi-permeabel, heb ik gehoord dat het blijkbaar onmogelijk is om twee in elkaar geregen telefoonboeken zomaar uit elkaar te trekken. Denk je dat het zo is? Daar zullen we nu achter komen. Want dat is de myth of the day. Zien? Ja, die stond op 2. Iets boven de 200 kilo. Een groep mensen is blijkbaar niet sterk genoeg om twee boeken uit elkaar te krijgen. Dus wat doen we nou? We gaan de films tegen de boeken pakken. Daar liggen ze. Dan gaan we aan deze auto maken aan de achterkant. Aan de andere kant gaan we deze auto pakken. Onze grote Defender. En dan gaan we kijken of we dan wel eindelijk los kunnen krijgen. Hebben we nou uiteindelijk het meest krachtige apparaat gevonden wat we kunnen vinden? Heeft het geen trek aan? De vrienden is nog steeds in stand. Jezus man. Zelfs twee auto's kunnen er niet los. Niet ervoor! Nee, wat denk je ervan? Nog steeds zit in elkaar. Dus hij is uit elkaar gescheurd, maar niet zoals wij gehoopt hadden eigenlijk. Ah, nou, dat was hoeveel het. Hoeveel kracht hier wel niet in zit, hè? Ja, inderdaad. Oké, man. Ik had het niet gedacht, maar blijkbaar is het dus onmogelijk om in dit gebied een telefoonboek uit elkaar te scheuren, want we zien dat hij uiteindelijk gescheurd is bij de ophanging en niet bij het daadwerkelijke stuk waar hij aan elkaar zit. Dus, is het mythbusted of misconfirmed? Confirmed, gewoon meer dan 600 kilo en nog steeds gaat het niet uit elkaar. Dat is kut. Dus, ja, precies. Wat we eigenlijk voor de volgende keer zouden doen. That is the next time on Mythbusters!